op je verjaardag, Jus. Jullie, ja. Op je verjaardag, ouwe. Een gigantische vuurwerkshow. Dat was de afsluiting van Justins 23e verjaardag. En ook gelijk zijn laatste verjaardag. 2 maanden geleden ging hij met evenwichtsproblemen naar de huisarts. En gelijk bleek dat het goed mis was. Hij heeft een zware hersentumor. Nu weet ik dat volgens mij een paar weken tot een paar maanden zijn. Ja. Toch? Volgens mij. Ja. Ja, het mooi spul, man. Zijn vrienden wilden hem op zijn verjaardag nog 1 keer goed verrassen. Ik belde eigenlijk Maud op, ja, wat gaan we met zijn verjaardag doen. En zij zei van ja, vuurwerk zal wel mooi zijn. En zodoende zijn wij op het idee gekomen om naar Polen toe te rijden, om daar vuurwerk te halen voor hem. Ja. Maud, waarom helemaal naar Polen? Ja, omdat daar het beste verkrijgbaar is. En het is een vuurwerkfan, dus als ik met prut aankom, dan weet hij dat. Dus het moest wel het mooiste van het mooiste zijn. En wat dacht je toen die eerste pijl de lucht in ging? Ja, ting vet. Is echt ting gaaf. Het mooiste wat er is. Gewoon de effecten, het is gewoon gaaf. En wat vind je ervan dat ze het voor je hebben geregeld? Ja, onbeschrijfelijk. Het is sowieso allemaal wel een beetje onbeschrijfelijk. Maar ja, ting dik. Echt heel dik. Dus ja. En dat feest was ook voor iedereen die was ook. Gewoon dat de rest iedereen mooie herinneringen hebben. Ik, ja. Was het voor jou geslaagd? Ja. Heel erg. Ja. De afgelopen maanden hebben ook een grote impact gehad op Justins vrienden. Ze willen hem zoveel mogelijk laten genieten, maar proberen het zelf ook een plekje te geven. Ja. Best wel emotioneel. Ik weet mezelf ook geen houding aan te geven, maar je ziet hem als goede, grote, sterke jongen. Zie je me helemaal instorten eigenlijk. Maar voor nu probeer ik daar doorheen te kijken en gewoon een beetje voor hem te zijn. Lieve Jus, mooie verjaardag. We maken er een knalfeest van. En aan de binnenkant foto's uit onze reis naar Polen. Ja, ik had wel verwacht dat dit eraan zou komen, maar het is toch wel heel hard om te zien. Want hij gaat zo snel achteruit. En ja, het gaat echt per dag is het zeg maar minder. Dat is wel heel moeilijk om te zien. Ja. Justin probeert in de korte tijd die hij nog heeft om zoveel mogelijk dromen waar te maken. En er staat er nog eentje met stip bovenaan. Ik wil heel graag naar de wedstrijd van Ajax. En ik weet niet hoe die is, maar dat is mijn droom. Ja. Want die ben net Ajax gewend tot in de max. Gewoon nog 1 keer naar Ajax? Ja. Klopt. Dat zou ik wel heel vet vinden. Ja.